Het is mooi weer vandaag, dus... Vandaag rijd ik in deze nieuwe BMW 320i GT versie. En die GT staat natuurlijk voor Gran Turismo, dus het is een wat grotere uitvoering. Deze auto is voorzien van 184 pk, 270 Nm en daarbij zit er ook nog een turbo op deze auto verwerkt. Maar dat is niet het enige, want er zit namelijk ook nog een high executive pakket op. En dat wil zeggen dat er eigenlijk heel erg veel mogelijkheden zitten op deze auto. Naast dat high executive pakket is er ook nog een M Sport pakket toegevoegd. Als we aan de binnenkant van deze 320i GT kijken, dan zie je natuurlijk al wat kleine details terug van het sportpakket. En dat kun je onder andere zien dat er in het stuur rode stiksels zijn verwerkt. Het ziet er heel erg netjes uit. En wat je dan eigenlijk kunt zien wat te maken heeft met het High Executive pakket, is dat er mooie materialen zijn gebruikt in het dashboard, wat gewoon een hele nette, maar rustige uitstraling creëert. Naast alle pakketten en naast natuurlijk de specificaties van de auto, komt deze auto standaard met een 8-traps Steptronic automaat. Die Steptronic automaat wil zeggen dat de auto nog meer comfort biedt en dat de auto heel erg zuinig is. De auto schakelt snel door, zodat je eigenlijk niet eens verneemt dat de auto überhaupt schakelt. Hij blijft rustig, zodat je comfortabel kunt genieten van het autorijden. Maar je kan het natuurlijk ook wat speelser maken. En dat kan natuurlijk door de verschillende standen van de auto. Je hebt natuurlijk Eco Pro, dat is de zuinigste stand van BMW. Dan heb je nog de comfortstand. Je hebt nog de sportstand. Maar deze auto is ook voorzien van een Sport Plus stand. Dus dat wil zeggen dat het onderstel en het stuurgedrag en alles wat er eigenlijk mee te maken heeft in Sport Plus wordt gezet. Dus alles is wat steviger, wat sneller. Het reageert ook wat sneller. Ja, en dan merk je wel dat deze auto echt heel erg snel is. En in combinatie met de Steptronic automaat werkt het heel erg fijn. Deze auto kun je lange afstanden rijden. En dat komt natuurlijk omdat jij erg comfortabel zit. Het zijn sportstoelen. Je kan de stoelen naar eigen wens instellen. En ook het stukje bij je benen kun jij naar voren verplaatsen. Dus wanneer je wat langere benen hebt, kun je extra steun creëren. Niet alleen als bestuurder zijnde zit je goed en comfortabel in deze auto, maar ook als medepassagier. Je hebt als medepassagier genoeg ruimte. En dat zorgt ervoor dat je heel erg comfortabel zit als je met z'n allen in de auto zit. En wil je dan ook nog bagage meenemen? Dat kan natuurlijk zeker, want er is genoeg ruimte in de kofferbak, dus je kan heel veel bagage meenemen. Als we dan even kijken naar de buitenkant van deze 320 GT, dan zie je dat door de witte kleur de beleiding heel erg tot zijn recht komt. Het oogt een grote auto, maar het is ook een sportieve auto en dat komt natuurlijk mede door zijn sportpakket. En dat maakt deze auto heel interessant voor verschillende doelgroepen. Als we kijken naar het infotainment en het multimedia systeem van BMW, dan weet je gewoon dat het heel erg goed in elkaar zit. Het werkt soepel. Je regelt alles met een knop die midden in het middenconsole zit. Het is heel erg makkelijk te bedienen. Het is duidelijk. En wanneer je dan naar je favoriete muziek wilt luisteren, kan het heel mooi met het meegeleverde pakket van Harman Kardon. En zou je nou meer informatie willen over deze BMW 320i GT met sportpakket, dan kun je contact opnemen met Story Den Bosch. Deze gegevens zal ik onderaan in de beschrijving vermelden. En vond je dit nou een leuke video, doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, zodat je op de hoogte kunt blijven. En volg mij ook op social media.